Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op It's All Tracks. De enige echte natuurlijk. Nou, ik heb een mededeling. Er is een update in Metro Simulator. De Haagse GTL tram. Ik heb er echt heel lang op moeten wachten. Ik heb echt de hele paasvakantie heb ik zitten kijken van is die er nou al, is die er nou al? En elke keer was die er nog maar niet. Hij is er eindelijk, jongens. Hij is er, de GTL 8. En dat is de Haagse tram is dat. Nou, jullie zien het. Hij is in verschillende, verschillende modellen is die. Hij is dus in de oude staat, zeg maar. Zoals die geleverd werd. Met de rode stoeltjes. En dan natuurlijk in het beige roodachtig. Dit is de 301. De 3030. En dan hebben we ook nog. Deze hebben we nog. Dat is de 3100 serie. En toen de 3100 serie kwam, was die dus niet zoals de 3100 serie grijs. Maar toen was die in het begin, was die wit met blauw en gele deuren. Dus ja, die hebben ze dus ook gemaakt. Prachtig. Ziet er mooi uit. Blauwe bankjes. Nou, later hebben ze dus dat aangepast en hebben ze gewoon alles hetzelfde gemaakt. En zag de 3100 serie er dus zo uit. Gewoon hetzelfde als de 3030. Gewoon zo standaard, gewoon met ja, met gewoon de standaard stoeltjes erin en de beige grijze kleur. Nou, toen later, toen werd de tram, die kreeg een botsvrij neus. Ik had gezien dat dat in, ongeveer in 2011 begonnen ze daarmee. En toen kregen we dus deze met die hele mooie, hele mooie bumper erop. Nou, voor de rest ziet die allemaal hetzelfde er allemaal uit. Niets bijzonders in het, in principe niets bijzonders, gewoon hetzelfde zoals die was. De 3100 serie. De 3100 serie zag er dus ook zo uit. Ook met bumper. Met zo'n bumper erop. Nou, dan heb je ook nog, wat ook nog erbij geleverd wordt, is deze. Dat is dus een repaintable tram is dat. Die is de 3106. En die is dus groen met grijs. En die kan je dus aanpassen in Metro Simulator. Je kan stoeltjes veranderen. Je kan de buitenkant veranderen. Ik weet niet of dat je dit ook kan veranderen. Reis per spoor. Ik denk het niet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is eigenlijk een beetje alle trams die er dus zijn. Niet allemaal. Want we gaan even door naar de volgende. En die trams staan eigenlijk een beetje raar. Deze, de Pekeltram. Op een gegeven moment is er dan ook een hele serie van de 3100 serie. Of de 3000 serie is er een heleboel trams naar de sloop gegaan. Maar er zijn er ook een paar. En die zijn omgebouwd tot Pekelwagen. Nou, die hebben ze ook heel mooi hebben ze die nagemaakt. Ziet er echt wel heel erg grappig uit. Met allemaal van die boksen erin. Dus ja, ook fantastisch. Leuk gedaan. Ook leuk dat ze die Pekeltrams hebben nagemaakt. Ik had het er dus over van, joh. Maken jullie dus die trams. Hoe gaan jullie die trams maken? Maken jullie alleen maar deze versie en deze versie? Ik zeg, komt de mooie rode bumper er nog in? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Geen zin in, weet ik voor allemaal. Een paar dagen later. Ja, we hebben toch die erin gemaakt. Dus die bumper heb die alsnog gemaakt. Nou, toen had ik het erover van, joh. Had hij dus ook de Pekeltram gemaakt. Toen zei ik tegen hem van, joh. Als je nou die versie hebt met de bumper en je hebt de Pekeltram, ga je toevallig ook de Hoftram namaken? En toen zei hij misschien. En toen maakte hij een foto. En had hem inderdaad nagemaakt. Jongens, de Hofstadtram. Of de Hoftram heet hij.
Een rijend restaurant. Het is de plek voor de bestuurder. Oh, wacht eens eventjes. Als het goed is. Ja, zeg hé. Hoppa. Ik kan gewoon dat ding open en dicht doen. Grappig. Hop, en dan gaat hij weer open. Nou, een rijende restauranttram. Kijk eens. Eten wordt klaargemaakt ergens anders. Sommige dingen mag ze niet in de tram doen. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat je dan... het wordt dan heet bezorgd en dan wordt het in de tram gedaan. Dan komen de mensen en dan kunnen die hier lekker eten. Er zit zelfs een barretje bij. En een klein dingetje. Kijk, de lekkere flessen. Wat is het voor flessen? Wat staan er voor flessen? Pomerol. Oké. Maar in ieder geval heel erg leuk. En er zit zelfs een toilet zit er aan boord. Ik kan zelfs naar het toilet gaan. Kijk eens, de wc-pot met water erin. Ja, echt leuk gedaan. En dat is dus de Hofstad Tram. Ja, heel erg leuk. Leuk gedaan. Dan gaan we... Toen hadden ze dat eigenlijk allemaal gemaakt eigenlijk. En toen duurde het toch nog eventjes 3 dagen... voordat de tram pas eindelijk uitkwam. En waarom duurde het zo lang? Tada, ze hebben ook nog deze tram gemaakt. Een gewone GTL-tram... van de ATM. En dan zou je denken, ja, maar dat is gewoon een ATM-tram. Nee, want als je erin gaat zitten, kijk, de deuren zitten aan de andere kant. Het is een linkse Engelse tram is het geworden. Dus als je zeg maar op de Engelse tramlijnen rijdt, waar ze dus aan de linkerkant van de weg rijden, dan kan je dus deze tram kan je dus nemen. Dus ja, een gespiegelde tram eigenlijk. Ja, ik had er even een paar, ik kon hem even niet vinden. Maar toen had ik er te veel achter elkaar gespamd. Dus ze zitten nu allemaal aan elkaar vast. Maar dat maakt niet uit. En ze hebben nog deze gemaakt. En dit is een gebaseerd op de PCC tram. Dan had de PCC ook, die hadden van die bijwagens. Deze tram hebben ze dus ook nagemaakt. Deze is ook fictief, bestaat niet in het echt. Maar deze heeft dus geen tramcabine, alleen een stuurstandcabine. Deze hoort dus eigenlijk achter een GTL-tram te zitten. En dan kun je deze er aanhangen als aanhanger, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de update. Wat ik ook nog wil melden, dat is... de tramroutes, ik heb natuurlijk in de tramroutes die elke maandag om 3 uur online komen, zit deze tram nog niet in, omdat deze tram net nieuw is. Na de serie, als de serie helemaal klaar is, dan ga ik nog een paar extra afleveringen opnemen van de tramlijnen van Hageningen. Daar komen dus de GTL-trams komen daarin voor. Dus er komen nog extra video's aan. De serie wordt nog een beetje extra verlengd. Gewoon leuk. In ieder geval, dan kunnen jullie toch de GTL zien in metro simulator. Ik wou zeggen tram simulator. Nou ja, het begint tegenwoordig ook wel tram simulator te worden. Want er komt steeds meer tram in metro simulator. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk is dat. Nou, ik zou zeggen in ieder geval, bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Like de video's, like al mijn video's, abonneer en het belletje dus voor de notificaties. Jongens, groetjes van deze kant en tot de volgende vlog, video of livestream. Dat moet ik nog even kijken. Bye bye, hoi!